Beste mensen, het burgerjaarverslag is normaal een document wat u thuis in uw brievenbus krijgt. Maar dit jaar gaan we dit anders doen. We gaan een filmpje maken en u laten zien op welke plekken in onze gemeente in 2011 van alles gebeurd is. Gaat u met me mee? Als er nou één onderwerp is wat ons in 2011 in de gemeente Onderbanken enorm heeft beziggehouden, dan is dat de ontkluizing van de Rode Beek. Wat ooit als raadsbesluit in 2005 besloten werd en waarin gestart werd in 2010, zaten we in 2011 volledig in de rommel en in het werk. Maar we zien al een stuk van het resultaat van iets waar we heel trots op zijn en wat we natuurlijk over enige tijd feestelijk gaan openen. De mensen die hier langs die Rode Beek wonen, hebben natuurlijk in 2011 behoorlijk wat overlast gehad. We hebben als gemeente natuurlijk geprobeerd om daar in ieder geval mee met ze in gesprek over te gaan. Er waren bewonersavonden waar de wethouder, de uitvoerder en de ambtenaar altijd bij aanwezig waren. De mensen konden iedere week even in de keet binnenlopen om te melden waar ze last van hadden. Ik kan mijn vuilnisbak niet buiten zetten, ik kan met mijn auto niet naar buiten. Wanneer kan ik weer mijn eigen straat gebruiken? Al dat soort zaken konden besproken worden. We hebben het natuurlijk ook formeel gemaakt, een nieuwsbrief. Ik heb er eentje van in mijn hand. Omdat mensen ook graag op papier nog een keer lezen van wat is er nu aan de hand? Hoe gaan we verder? En hoe gaat het eruit zien? Want daar heeft iedereen wel enorm naar verlangd de afgelopen tijd. Om zo'n groot project voor elkaar te krijgen, heb je natuurlijk ook een groot bedrag nodig. Maar als we ons realiseren, als ik u straks het bedrag noem, dat we daarmee hebben gedaan, de buffers aan die kant van het dorp waar we begonnen zijn, tot aan het infopoint aan de andere kant, dan hebben we het over een behoorlijk traject. En niet zomaar iets. We hebben natuurlijk een nieuw riool. Dat is voor ons allemaal belangrijk, alleen zien we dat niet. We hebben een goede waterafhandeling waarin regenwater weer in de beek terechtkomt. We hebben natuurbeleving in het dorp terug. Daar staat een bedrag voor van om en nabij de 9 miljoen. Een stevig bedrag, maar het is wel verdeeld over verschillende partners. Waterschap betaalde ongeveer 6,5 miljoen. De gemeente ruim 2,5 miljoen. En ongeveer een 700.000 euro aan subsidies van het Rijk, de provincie en het bouwfonds. En dat alles bij elkaar is natuurlijk iets wat we hierboven beleven, maar wat ook onder de grond zit. Onze riolering, die we dagelijks nodig hebben, maar vooral nu, kijk zelf, ons mooie dorp met een open beek erin. Ik denk heel veel inwoners met mij, zullen het meer dan waard vinden met wat we gedaan hebben. De beek in cijfers. 1,2 kilometer riool is er vernieuwd. We hebben 10 bruggen gebouwd en bijna 18.000 vierkante meter nieuw straatwerk aangelegd. Letterlijk een hele klus met nog een aantal extra uitdagingen. De werkzaamheden moesten uitgevoerd worden terwijl het riool gewoon gebruikt moest kunnen worden, terwijl de Rode Beek gewoon moest kunnen doorstromen en de bewoners en ondernemers bereikbaar moesten blijven. Naast het openmaken van de Rode Beek in Schinveld is hier in Merkenbeek op de Raadhuisstraat en de Kerkstraat ook een hele hoop veranderd. Het plein is opnieuw ingericht, de verkeersstromen zijn veranderd en dat heeft natuurlijk impact op datgene wat er in een dorp allemaal gebeurt. Om zo'n reconstructie te doen van de Raadhuisstraat en de Kerkstraat worden er natuurlijk van tevoren bij de gemeente grote plannen gemaakt. En toch is het altijd heel belangrijk om ook aan mensen te vragen, aan inwoners, wat ze ervan vinden. Tussen maart en september in 2011 hebben ze de overlast gehad van de werkzaamheden. Maar veel belangrijker was om vooraf met de inwoners te praten. Wat wil u nu? Hoe moet dat plein eruit zien?
Wat vindt u belangrijk? Waar moeten we op letten? En om dat te bereiken hebben we vooraf een aantal informatieavonden gehad met die burgers. Hier in de Henkhof, die ook een hele belangrijke ontmoetingsplek is voor alle mensen die hier in Merkenbeek wonen. Toen uiteindelijk alles klaar was, bleek er toch nog één onvolkomenheid te zijn. De burgers hebben de politiek benaderd en hebben gezegd, en toch missen we hier het zebrapad. En zoals u ziet, het is er uiteindelijk ook gekomen. Hier in Jaarbeek, de kleinste kern van onze gemeente, wil ik het graag met u hebben over de toekomst van ons mooie Onderbanken. In 2011 is het jaar waarin het aantal inwoners van Onderbanken onder de grens van 8000 dook. Op 31 december telde Onderbanken nog 7971 inwoners. Deze bevolkingskrimp, die nog verder doorzet, heeft ook gevolgen voor de toekomst van onze gemeente. In 2011 is de gemeente Onderbanken beneden de 8000 inwoners gezakt. En we weten allemaal dat er steeds meer taken van het Rijk naar de gemeente komen. En we eigenlijk te klein worden om alles zelfstandig te doen. Daar hebben we ook heel uitgebreid met de Raad over gesproken. En de Raad deelt die mening. We zullen samenwerking en misschien ook wat samenvoeging met plaatsen in de omgeving moeten zoeken. Dat kan van alles zijn, maar belangrijk is ook dan weer om te weten wat anderen ervan vinden. Mensen en organisaties die met ons werken, het maatschappelijk middenveld noemen we dat. Dat hebben we in 2011 heel nadrukkelijk gedaan. In 2012 komen we dan ook terug bij u als burgers. En misschien is dit ook wel een mooie gelegenheid om u als burger te vragen. Laat u in 12 ook informeren over welke mogelijkheden en welke kansen er zijn. Maar ook welke bedreigingen en welke risico's erbij betrokken zijn. Dan helpt u ons, maar ook de politiek, om een goede keuze te maken voor ons allemaal. In 2011 hebben we het project Gast van de Raad gehad. Iedere raadsvergadering had ik ongeveer 4 tot 5 gasten. En niet ik alleen, de griffier was erbij en ook de raadsleden. Juist omdat we die burgers wat nauwer bij die politiek willen betrekken, maar ook om te laten zien wat raadsleden doen. Ik heb er veel respect voor, ze besteden een behoorlijke tijd, een vrije tijd, aan het belang van onze gemeente. Die gasten hebben een speciaal programma, die komen 1,5 uur van tevoren. En ik vertel ze iets over allerhande procedures rondom zo'n raadsvergadering. En daarna zijn ze inderdaad onze speciale gast. Ik ben dan ook heel blij dat over dat jaar 2011 ik een gemiddelde van 8,2 heb ontvangen. Want zo voel ik het ook. Het is een rapportcijfer wat wij krijgen met het project wat we daarmee geïnitieerd hebben. 40% van de mensen zegt, ik heb een positiever beeld gekregen over de gemeente. En wat nog veel leuker is, heel veel mensen zeggen, ik zal eens iemand zeggen dat het leuk is om te doen. Dus misschien is dit ook wel een plek om mensen uit te nodigen van, wilt u een keer gast van onze raad zijn? Meld u en ik ontvang u samen met de raadsleden heel graag. Daarnaast ga ik regelmatig bij inwoners op bezoek. Het afgelopen jaar bezocht het college 16 gouden bruidsparen en 100-jarigen. Heel speciaal is het als ik namens Hare Majesteit mensen bezoek en hun een koninklijke onderscheiding mag uitreiken. Afgelopen jaar waren dat 6 personen. 3 bij bijzondere gelegenheid en 3 bij de jaarlijkse lintjesregen. De publieksbalie van de afdeling Burgerzaken is de winkel van de gemeente. U kunt daar onder andere terecht voor paspoorten, rijbewijzen en uittreksels. In toenemende mate zien we dat de inwoners gebruik maken van de digitale dienstverlening. Ten opzichte van 2010 werden beduidend meer producten via de website gekocht. Ook vindt u daar de gemeentelijke publicaties. Een samenvatting publiceren we nog altijd via het Onderbankenjournaal. De website is daarom in 2011 vernieuwd en nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Inwoners en organisaties mogen van het ambtelijk apparaat en de medewerkers van de gemeente verwachten dat zij hen op een correcte manier behandelen. Als iemand vindt dat hij niet correct behandeld is, kan hij een klacht indienen. In 2011 werd 1 klacht ingediend en deze werd in overleg met de klager opgelost. Tegen bestuurders werd in 2011 geen klacht ingediend.
Daarnaast kunnen personen of organisaties ook bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente. Hier in Bingelraden bij het Puthuske gaan we het rondje onderbank met u afsluiten. Dat wat u de afgelopen jaren op papier kreeg als burgerjaarverslag, hebben we dit jaar geprobeerd om in beeldmateriaal duidelijk aan u te maken. Wij vinden het heel belangrijk, want dat waren ook de onderwerpen die we behandeld hebben, dat wij de mening van de burgers heel belangrijk vinden. Niet alleen in 2011, maar ook, ik nodig u uit om dat ook te doen in 2012. Want dan wordt onderbanken steeds meer uw onderbanken. En daar werken we graag aan mee.